Ik ben Robert Pol, 47 jaar en ik ben COO bij Kion en verantwoordelijk voor operations. Kion is een van de grootste services van Nederland. Heeft een groot schalen aan geldverstrekkers waarvoor wij werken en wij verservicen hypotheken. Dat wil zeggen dat we de hypotheek accepteren, dus aan de voorkant, nieuw geld verstrekken, maar ook het beheer van hypotheken doen. Tot voor kort waren heel veel processen die we hier uitvoerden voor geldverstrekkers, voor hun klanten. Dat was heel administratief van aard. Klanten verwachten gewoon dat als ze een aanvraag inschieten, dat ze eigenlijk real-time informatie terugkrijgen. Nou, wij hadden ons oude portal bij een externe partij gehost. Daar waren we eigenlijk niet zo tevreden over, dus we waren ons aan het bekijken van wat willen we hiermee. Dus de keuze die wij hebben gemaakt is om met een tool te werken, Mendix. Alleen die ervaring om op Mendix dan ook daadwerkelijk functionaliteit te bouwen voor eindconsumenten, die had Kion niet. En die hebben we ingehuurd bij Finips als partner. Dus er zijn een aantal partijen zijn uitgenodigd om mee te doen aan een request for proposal. En Finips is daar als beste uitgekomen. En dat heeft met name te maken met de persoonlijke match die er was. Daar hadden wij gewoon het beste gevoel bij. We hebben zelfs twee teams op digitale ontwikkeling en die teams werken agile. Dat wil zeggen dat we in sprints werken van 2 weken, waarbij we multidisciplinair werken. Dus er zitten en Finips mensen en eigen IT mensen, maar ook gebruikers en testers bij elkaar. Om samen in een heel iteratief proces elke 2 weken iets op te leveren, wat we ook weer met elkaar reviewen. We hebben een track and trace live gebracht samen met Finips. Dat is voor intermediairs. Daar kunnen ze hun aanvragen volgen. Vervolgens hebben we een roadmap 2017 hebben we opgetekend. Daar hebben we 3 van de 5 functionaliteiten hebben we conforme tijdlijnen opgeleverd. Is het een partij waar je op kunt vertrouwen? Is er wederzijds begrip? Is het een partij die begrijpt welke behoeften Kion heeft? Komen ze hun afspraken na? Op alles scoren ze ruim voldoende. Dus ik ben onwijs blij met Finips als partij.